Een van de kernzinnen in Peer Gynt is voor zichzelf zijn, in een boogje om de zaken heen lopen, problemen vermijden, verantwoordelijkheid ontlopen. En dat is iets heel algemeen menselijk, iets heel herkenbaars. Bijvoorbeeld een mail die je laat liggen en 3 weken niet beantwoord, dat is Peer Gynt gedrag. Natuurlijk, het wordt problematisch als je dat met z'n allen in verband met grote maatschappelijke problematieken op grote schaal gaat doen, bijvoorbeeld ten opzichte van een vluchtelingencrisis of zo. Ja, het verhaal van Peer Gynt begint bij Ibsen, de 19e-eeuwse theaterauteur. Dat was een vroeg werk van hem. En dan zijn er verschillende componisten met dat toneeldrama aan de slag gegaan. Grieg was een van de eerste, die heeft zo van die toneelmuziek daarvoor gecomponeerd. Dat is gebundeld in een suite en dat wordt heel vaak opgevoerd. In de jaren 80 van de vorige eeuw hebben Alfred Schnittke op vraag van John Neumeier, de choreograaf, heeft hij een soort van nieuw ballet geschreven over Peer Gynt. En het is dat ballet dat wij opvoeren. De stijl van Schnittke laat zich misschien best omschrijven als een soort van eclecticisme. Het zijn heel veel verschillende stijlen door elkaar. Er zijn grote orgelpassages, er is honky-tonky pianomuziek op een ontstemde piano, er is grote romantische muziek enzovoort. Het orkest wil heel graag deze muziek opvoeren van Schnittke. Maar die is bijna onlosmakelijk verbonden met die choreografie van John Neumeier, met een hele onscenering die wij hier in Beaux-Arts niet kunnen herhalen, omdat het orkest vult het volledige podium. En daarom is er de vraag gekomen van het orkest van Clara Festival van Beaux-Arts of dat wij een soort van oplossing zouden kunnen bedenken, zodat die onscenering voor het publiek voelbaar wordt, maar op zo'n manier dat het geen plaats inneemt op scène. Onze oplossing daarvoor is dat we een heel grote constructie gebouwd hebben boven het orkest. Het belangrijkste aan die constructie is dat dat één groot projectiescherm is waarop dat wij een film projecteren waarin dat we heel het leven van Peer Gynt vertellen. Een extra element aan die constructie die we gebouwd hebben is dat achter dat gaasdoek er zich nog een hele kamer bevindt. En daarin zit de oude Peer Gynt, gespeeld door een acteur die stervende is.